Hallo allemaal, mijn naam is Tom en vandaag tijd voor iMind Server, episode... Geen idee, voor mij is het 26, weet ik zeker. Maar ja, ik heb inderdaad eventjes mijn shader aangezet. Gewoon de super secret settings en dan color convolve. Gewoon een beetje meer rode kleuren, is een beetje kerststemming. Maar ja, misschien hoor je nu een hele andere stem dan normaal. In de zin van minder echo. Zit in een kleinere ruimte. Internet is natuurlijk super nu. Maar dat blijkt zo wel eventjes. Want als ik blok ga breken en zo. Maar ja, ik zit nu in een andere kamer. Ik ben bij mijn vader thuis, of wel mijn echte huis. Dus in Weidem. En de enige plek met internetverbinding en waar het nog stil is in deze oude keuken. De zogenaamde waar vroeger de keuken stond. Eigenlijk nu de werkkamer. Het is hartstikke koud hier. Want in de woonkamer zit ik normaal op mijn pc. Alleen daar is de eerste request nu op. En binnenkort, na de kerstvakantie, gaan we van en ik mijn hele kamer verbouwen. En dan... deur. En... dan heb ik eindelijk internetverbinding daar. Dus kan ik beter opnemen. Want... ja, de meeste video's die je ook hoort zijn opgenomen bij mijn moeder thuis. Gewoon in mijn eigen kamer daar. Maar ja, even een setting wat lager doen. Want ik zit hier ook op mijn Mac nu. Niet op mijn game PC, maar op mijn Mac. Voor een reden... en dat is dus de reden dat ik dus nu in deze kamer zit. En ik vind het heel stom om continu mijn pc te verschuiven. Voor een recording van een 20 minuten. Dus heb ik eventjes mijn oude Mac gepakt. Die het gewoon hartstikke goed doet. Iets lagere settings. Maar ja, maakt het uit. Maar ja, wat gaan wij doen? Wij gaan cadeaus geven. En hier kun je al zien dat hier heel veel cadeaus zijn. Van Jordi van de Kerstbeer. Nou, wij gaan net als andere mensen cadeaus geven. En dit komt gewoon... zonder textpack is dit gedaan. Dit is gewoon standaard. Zo is dat. En volgens mij zit mijn present hier ook bij. Ik mag het pas overmorgen openmaken. Want het is voor mij... ik neem het nu op de 24ste van december. Het is nu 3:10. Ik doe even een lamp aan, want het is hier hartstikke donker. Dat is beter. En op de 26e is het zogenaamde Boxing Day. Ofwel de tweede kerstdag. En dan ga ik het openen. Dus dat kun je zien in de volgende episode hierna. Want ik neem deze dus 2 dagen van tevoren op. En gewoon... en de episode daarna... ergens rond oud en nieuw laat ik pas zien wat ik heb gekregen. Dus een beetje raar, maar ja. Alvast een advies aan alle iMiners die nu kijken. Ga eerst je cadeaus openen voordat je deze video gaat kijken. Want dat vind ik een beetje stom als je het nu zo te weten komt wat je krijgt van mij. Maar ja, laat ik even beginnen met de cadeaus. Ik zet ze voor mij hier neer. Nee, daarbij. En je kunt zeggen, veel mensen denk ik dat gaan zeggen in de comments. Dit is nagaan van een Minecraft server. Dit is totale bullshit. Ik zeg een beetje grof, maar dit is gewoon... cadeaus geven, dat doe je overal wel. In de hele wereld, in het echte leven doe je dat al honderden, duizenden jaren. Dus dat valt niet te zeggen. Maar allereerst, een cadeau voor ons nieuwe lid van de server. Dat is Kevin. Die zul je misschien binnenkort wel een keer in de server zien. Maar ja, ik geef hem een nieuw zwaard. Kan hij mee, kan hij gewoon even gebruiken, eerste paar dagen. Dus voor Kevin van Santa Tom. Het is gewoon een mooi nieuw zwaard die hij kan gebruiken in de eerste paar dagen. En ik lijk best wel op mijn oude pc'tje. Ho. Ik zet even wat lager. Maar ik vind het een beetje stom om continu mijn game pc te verplaatsen naar een andere plek. Is gewoon een beetje te veel werk. Dus ja, vervolgens voor Jordi van Santa Tom. Oké. Okay. Wat geven Jordi? Potverjemig. En ik kan ook even niet slapen nu, want beren zijn op de server. Het is een beetje... nou, er komt weer een hele hoort aan. Het wordt... ja, het is net halve... het is al net middernacht, maar ja. We geven Jordi... geven wij iets wat hij heel graag wil. Dat zijn zonnebloemen. Oh, kom op! Ga toch naar hem weg. Oké, okay, ik moet even slapen. Slapen.
Hij komt echt te vroeg terug, weet ik zeker. Let maar op. Hij komt te vroeg terug. Ik bijna... Nee, toch niet. Had ik gedacht van hem dat hij vroeg terug zou komen. Dit is trouwens de kerstboom. Tim heeft daar een timelapse van gemaakt. Hij komt binnenkort uit. Of hij is al uitgekomen. Want op dit moment dat ik het opneem is hij nog niet uit. Maar ja. We geven Jordi de zonnebloemen. Want hij wil heel graag zonnebloemen hebben. Hij haat het totaal niet. Oké. En dan doen we voor Sander van Santa Tom. Nou, Sander, die heeft al 3 maanden geen iMine meer opgenomen. Dus, ja, DX Story geven we hem. Een cd van DX Story geven we hem. Kan hij weer opnemen. Perfect. Oké, de volgende. En dat is voor Tim van Santa Tom. Oh, even XP pakken. En dan, wat geven we Tim? We geven hem een gold apple. Deze apple heeft mij 8 gold blocks gekocht. Mijn helft van mijn gold voorraad. Maar we geven het hem gewoon. En Martijn is er. Is er hier ergens? Nope. Maar ja, we geven hem gewoon een hele dure appel. Wat? En die mag hij dus nooit opeten, want het heeft zoveel gekost. Hij moet die inlijsten. Oké, vervolgens. Ja. Dit is voor bier. En dan doen wij voor kerstbeer van Santa Tom. En bier is er weer. Dat doen we eventjes zo. Zo. Ho. En dan zo. Niet te ver. En dan zo. 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 Beetje leuk vormpje maken. Zo. Dat ziet er wel leuk uit. Oké, vervolgens. Even zien. Ja. Ik weet voor wie die is. Voor Martijn van Santa Tom. Ja. En, oh. Hier zit een verhaaltje achter. Een heel kort verhaal eigenlijk. Martijn, die woont in een ice biome. Klaar. We geven hem lava bucket en een fire resistance potion en een boek. In het boek staat, aangezien je het altijd zo koud hebt in je ijsbarm, krijg je van mij iets warms. En natuurlijk iets om niet dood te gaan van de hitte. Oké, nog 3 te gaan. En de volgende is, voor Simon van Santa Tom. Want Simon is al pas begonnen met zijn nieuwe basis. En dat is een basis helemaal ondergronds in de oceaan. En we geven hem dit. Dan verdrinkt hij niet. Oh, even wel eens centreren. Oké. Vervolgens, even zien. Voor Yuri van Santa Tom. Nou, Yuri, hij komt nooit op de server. Ik heb geen idee wat hij wil hebben. Dus ik geef hem gewoon hoi. Ik kon niks anders verzinnen. Want hij heeft bij zijn huis heeft hij wat wheat farms. Dus ik denk, misschien wil hij dat wel. Oké. Vervolgens de laatste. Voor June. Van Santa Tom. En June is pas een heel groot gat gegraven. En daardoor heeft hij heel, heel, heel veel stone en dirt gekregen. En ik dacht, misschien heeft hij wat stone nodig. Maar we doen een boek bij. En in het boek staat het volgende. Aangezien je in totaal geen 20 zeptiljoen chesten vol stone hebt, geef ik je stone. PS, ofwel postscriptum, kijk op het steen voor een hint. En die hint moeten we nog maken. En wat is houdt die hint in? Op de chest, of op de steen, gaan we X, Y en Z coördinaten schrijven. En, wow, ik heb echt een lag als de malle. Mijn oud PC'tje is echt na de Mavericks update echt slecht geworden. Met het opnemen van games. Ik weet waarom dat zo is. Ik ben zo terug. Oké, hier ergens wil ik natuurlijk een ding begraven. En zo te zien heeft hij daar wat storage. Ik ga even daar kijken of hij een anvil heeft. Dat zou wel erg fijn zijn. En het spijt me voor de lage settings, maar mijn overtrouwde Mac is niet wat die is. Het komt gewoon omdat die Mavericks update heeft helemaal verknald.
alles, graphics werken niet meer goed. Dus ik heb ook net mooi op tijd een nieuwe PC gekocht, maar ik moet hier gewoon even wat meer opnemen. Maar het maakt het niet uit, want het is toch vooral in Chester koekeloeren. Oké, het hebben we een plek vinden om de cadeaus te begraven. En dat zal ergens hier zijn. Dus even zien. Hier, gewoon helemaal hieronder. Zo. En dan even F3 open. Dan hebben we hier min 892. Oké, min 892. 50. In 841. Daar is het present. Oké. Doen we hier. Doen we 3 diamonds in. En dan... Even wat silk torch. Heb ik een silk torch bij me? Ik heb geen silk torch bij me. Dat is jammer. Oh. Mijn muis is geïnterferd op een andere manier. Dus daarom pakte ik het verkeerde blok. Oké. Laag FPS. Negeer het. Dus daar is het present. Mooi. Oh wacht. Ik heb het store natuurlijk nodig nu. Voor de coördinaten. Dus even hierin gaan. Hé. Wat deur. Oké. Allereerste. Min 892. X is min 892. Ja. Y is 50. Min 841. En Beer is nu een... En dan even wat maken. Heel erg cool. In 841. Ja. Klopt dat? Ja, perfect. Dus deze ga ik naar de spawn weer brengen. En dan tot zo. Oké, dus hier de X in de chest. De Z. En de I. En een boek. Dus alle presenten nog een keer. Voor Kevin een goed zwaard. Om mee te beginnen. Voor Jordi zonnebloemen. Voor Sander DX Story. Voor Martijn, wat warmte. Voor Beer, quartz. Voor Tim, het duurste cadeau ooit. Een notch apple van 8 gouden bloks. Voor June, 3 diamonds en steen. Even zien, voor Yuri, boy. En voor Simon, water breathing. Dus, ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Volgende keer heb ik gewoon weer een normale game PC. Die hebben betere kwaliteit. Maar ja, volgende keer laat ik zien wat ik heb gekregen van anderen. En alleen Beer heeft op dit moment nog cadeautjes gegeven. Hopelijk geven Martijn, June, Tim, Jordi, Sander en Yuri ook wat. Ik denk zelf dat Jordi, Yuri en Sander niks geven. En ik denk dat Simon, Tim, June en Martijn wel wat gaan geven. Kevin denk ik ook niet, want die is net op de server. Dus ja, het is lekker gul geweest deze episode. En volgende keer kijken we onze presenten dus en gaan we wat doen aan de basis. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.